vandaag woensdag. Wij zijn aan het wachten op een taxi, want we hebben vandaag echt een best wel een spannende afspraak voor Nessie. Het is vandaag best wel een spannende dag, want vandaag is de laatste consult voor Nessie. En zijn verband gaat er dus vanaf, dus ze kan eigenlijk dan beter zien hoe zijn neus eruit ziet. En zijn tampons gaan er ook uit, dus zij gaat echt veel beter kunnen ademen als het is vandaag. Dat ga ik vandaag even filmen voor jullie. Heb je er zin in, Ness? Ik heb wel zin, ja. Ja, en die tampons uit je neus, hè? Hij doet ook, hè? Ja. We hebben vandaag dus heel goed lopen schoonmaken. Er kwam van alles en nog wat uit. Zo. Gadverdamme. Maar het ziet er wel heel schoon uit, moet ik zeggen. Ik heb wel eens mensen gezien aan neuscorrecties die echt helemaal onder de bloed en korsten zaten. En die zag je dan zo buiten lopen, maar dat heeft Nessie echt absoluut niet gehad. Dan hebben ze zijn neus echt heel goed verzorgd. Ik heb de eerste paar dagen zijn neus echt heel goed verzorgd. En de laatste dagen doet hij het dus echt zelf. Maar hij is er echt wel heel goed uit, vind ik. Daar zijn we weer, hoor, Nes. Wat eraf? Nou, daar zijn we. Weet je nog toen we hier zaten? Was ik fucking emo op dit gezicht. En heel afwezig. Oei, daar zijn we dan. We zijn aan het wachten. We zijn gewoon veel te vroeg. Er zijn volgens mij nog twee mensen of zo voor ons, dus we zitten hier nog wel even, denk ik. Dat weet ik niet, hoor. Wil jullie trouwens iets laten zien? Kijk, al zijn... Wat is er? Denk ik bij eerder zitten, hè? We hadden nog 40 of 47. Dat is eigenlijk nu, toch? Ja. There is a crooked line in here and a collapse in here. Bone collapse and cartilage collapse, as you see. You will see in graphic now. You can understand. And deviation is inside. Your bleeding problem is caused from bone and cartilage deviation. From right side, there is a hump and your tip is drop right here. In the operation, we will fix your deviation inside and we will make your nasal conchas smaller. Then we want to make straight from front side. We need to remove your hump. This is my goal in the operation. And after 2 weeks, your appearance will be better than this. But we will see this result maybe after 6 months or 1 year. Wij zijn net klaar met de afspraak. Hoe voel jij je, Nes? Ik voel mij prachtig. Ik voel mij heerlijk. Hij kan zo goed ademen. Hij is echt zo blij. Ik heb nog nooit zoveel lucht door mijn neus gekregen. Ja, man. What the fuck, man. Hij is heel erg blij. Alleen zijn neus is wel echt heel erg opgezwollen. Dat zei de dokter ook. Hij lijkt echt letterlijk op een neushoortje. Maar heb je de beelden gezien? We gaan in deze vlog gooien, ja, toch? Ja. Man. Zijn neus is wel echt heel erg opgezwollen nu. Dus hier ook een beetje. Ziet er een beetje gek uit. Even een bril op, want ik zie echt geen fuck. Maar over 2 weken is het al veel beter dan nu. Zijn neus is nu echt letterlijk recht. Hij is niet echt omhoog, hè, jouw neus op het moment. Nee, het valt echt mee. Maar hij gaat dus echt nog heel erg zakken. Maar hij is gewoon heel erg dik. En hij heeft nu een heel klein verbandje op in plaats van de vorige. Dat is een update. Oh, chilling. Oh, yes. Chilling. Jongens, we zijn van de kliniek naar Midpoint gelopen. En normaal gesproken, als je met de taxi langs rijdt, denk je, oh, is echt dichtbij. We hebben even gelopen en we zijn helemaal bezweet aangekomen. Ik heb mijn haar even vast gedaan. Ik voel me helemaal niet meer fris. We gaan even een lekkere pizzaatje eten hier. En zoals altijd starten we lekker meteen hier. Onze pizza's zijn er. Ik heb een Mexicaanse pizza. Lekker pittig met jalapeno's. En Nessie heeft een of andere gekke Turkse pizza met soezoek, volgens mij. Guys, we zijn net de mal ingegaan. Toen kwamen we erachter, dus een undercover politie. Undercover. Volgens mij zien we op achtergrond. En die zei dus tegen ons, mondkapje op. We hebben heel snel opgedaan, want anders krijg je dus een boete van 3000 tele. 3000. Mooi niet! Wij hebben na het eten een beetje lekker geshopt, soort van. We zijn nu bij Maddo en ik wil eigenlijk kunnen even, maar het duurt hier best wel lang tot het klaar is. Dus ik ben maar voor iets anders gegaan, maar het is ook echt heel erg lekker plekje even zo zien. En ze hebben hier trouwens van die heel fijne ventilators en daar komt water vanaf. Echt zo lekker verfrissend. Hoe gaat het met jou? I have big nose. Nesme is big nose.
Heel mooi. Ik vond het zo grappig, want zijn verband ging eraf en ik zag opeens een heel dikke neus. En ik heb op zo'n kleine nelpaardje. Thank you. Ik heb dus een soort van baklava met, hoe zeg je vistak? Daar komen we er weer niet op. Hoe noem je dat nou ook alweer? Pistache. Ja. Met pistache smaak en lekker ijs erop. Don Durma. En dan is het weer wafel met ijs en aardbeien. Lekker hoor. Daar gaan we weer. Ik heb lekker Turkse koffie. En Nesim heeft een limonata. Als je een taxi wil, kan je hier gewoon lekker op drukken. En dan komt er een taxi. Maar ik wil jullie even mijn poten laten zien. Die komen de slippers niet meer in. Ik ben helemaal opgeblazen. Een shish kebab. Ja, echt gewoon. Niet normaal. Nou, we hebben genoten van onze toetjes en zo bij Mado. Ja. En nu liggen we lekker plat op bed. Ik heb lekker mijn pyjama aangedaan. Het is nu eens later. Dus even kijken. Hoe laat is het? 8 uur. 8:10. Oh mijn god, ik kan niet meer. Ik ga echt even plat liggen. En dan zie ik je straks waarschijnlijk. Oké, ik laat jullie even zien wat Nessie me heeft gehaald. Was dat bij de Zara? Zara bij de Kotroptop. Waar moet ik kijken dan? Welke? Ja, dat is zo. Dat is ze? Ja. Nou, ik laat het jullie even zien. Ik weet niet wat hij heeft gehaald hoor, maar ik moest het even aan jullie laten zien van Nessie. Ben jij serieus? Single and happy. Oh my god, ga je dit echt draaien? Jij zei toch dat je deze wel kon voorbij? Wij gingen, ik en Imene gingen dus naar Cotton. Toen moesten we van die wijde shirtjes en topjes van Nessim halen, zodat hij het makkelijk kon dragen. En toen kwamen we dus deze tegen, Single and Happy. En toen zei Imene, deze moet je echt halen voor hem als grap. Maar ik dacht, hij wordt gewoon boos als ik het haal voor hem. Maar hij heeft het nu zelf gehaald. Single and Happy. Leuk hoor, Nes. Ja, was mensen, ik ben aan het editen en ik zag mijn vlog en ik heb het weer niet afgesloten. I am so sorry. Tot morgen. Doeg.